Het afsteken van vuurwerk is vanaf vandaag officieel toegestaan. Er wordt echter al een paar dagen vuurwerk afgeschoten in verschillende buurten. Onze redactie bracht vandaag een bezoek aan de afdeling spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP en vernam van urgentiespecialist Shifaid William dat er tot 2 uur vanmiddag nog geen vuurwerkslachtoffers zijn gemeld. William zegt te hopen dat de situatie zo blijft en er minder druk zal zijn op de afdeling rond de laatste dagen op weg naar de jaarwisseling. Zoals we elk jaar weten, er zullen vuurwerkslachtoffers vallen. Eén is er elk te veel, dus een beetje cliché. Maar belangrijk is eigenlijk meer voorlichting naar de samenleving toe. Ik denk de brandweer dat zijn taak voor hen is weggelegd om misschien meer voorlichting te geven. Het promoten van, ik zeg maar wat, die vuurwerkbrillen. Want we zien vaker oogletsel, voornamelijk bij kinderen. En ook de combinatie van alcohol en vuurwerk gaan niet samen. Dus samenleving, alsjeblieft daarop letten. Vorig jaar hebben we er 6 vuurwerkslachtoffers gehad. Gelukkig geen echt ernstig. Dus van het jaar zullen we zien. Vorig jaar zaten we wel hard in de lockdown. Van het jaar is het iets soepel, dus versoepeld. Dus we zullen kijken hoeveel slachtoffers het van het jaar worden. William zegt verder dat de lockdown geen verminderend effect heeft op het aantal gevallen dat de spoedeisende hulp registreert sinds de intrede van de coronapandemie. Het is ook opgevallen dat mensen blijven feesten en vooral de verkeersslachtoffers niet minder worden sinds de komst van COVID-19. Als management probeer je zeker de laatste dagen van het jaar zo goed te bemensen. Maar het probleem dat we van het jaar hebben is dat je ook nog je deel van je personeel moet afstaan aan COVID-zorg. Dus dat betekent dat je eigenlijk minder personeel hebt fysiek aanwezig te zijn op de werkvloer. Of we voorbereid zijn hangt af van hoe de samenleving zich gedraagt. Probeer je een beetje verantwoordelijk te gedragen en dan hebben wij minder werk. En dan kunnen wij ook echt de patiënten die acute zorg nodig hebben, beter van dienst zijn. Opmerkelijk blijft dat vooral slachtoffers van vechtpartijen en mensen die alcoholintoxicaties hebben binnenkomen op de spoedeisende hulp. Dat het aantal COVID-19 gevallen afneemt, stemt goed. Echter moet de samenleving niet in een hoera-stemming zijn, omdat de Omicron-variant van het gevreesde coronavirus geen ver van onze bedshow zal blijven, meent William. De specialist stelt dat de samenleving vroeg of laat toch zal worden geconfronteerd met de nieuwe mutatie.